Op de N205 in Noord-Holland heeft een unieke proef plaatsgevonden tussen het normale verkeer. Een treintje van 7 auto's die met elkaar en met de verkeerslichten kunnen communiceren, reed over de eerste slimme weg van Nederland, de N205 in de provincie Noord-Holland. De auto's staan draadloos met elkaar in verbinding en de auto weet wanneer zijn voorganger optrekt of afremt. Met een speciale cruise control reageert de auto veel sneller op zijn voorganger dan bestuurders zelf kunnen. Dat systeem heet Coöperatieve Adaptieve Cruise Control, CACC. Ook het slimme verkeerslicht communiceert met de auto's en weet dus wanneer het treintje eraan komt en blijft dan langer groen. Het voordeel van die speciale cruise control is dat wegen efficiënter gebruikt kunnen worden. Er kunnen meer auto's op een stuk wegrijden en er kunnen meer auto's door het groene licht rijden. Steeds meer auto's krijgen de komende jaren deze nieuwe technieken. Maar in de overgangsperiode zijn er ook nog auto's zonder. De provincie onderzoekt met deze proef de effecten op de doorstroming en de verkeersveiligheid in Noord-Holland.